Op de beelden van de Boston Marathon is de eerste explosie duidelijk te zien. Meteen daarna breekt er paniek uit in het massaal toegestroomde publiek. Niet veel later zal er een tweede bom ontploffen. Drie mensen die langs de zijlijn stonden, overleven de aanslag niet. Nog eens meer dan 100 andere toeschouwers raken gewond. In Antwerpen zijn intussen de voorbereidingen voor de 10 miles aan de gang. Ook hier worden duizenden supporters verwacht. De veiligheidsdiensten zullen extra waakzaam zijn. Er is een overleg met de organisatoren, de politie en de stad om de veiligheidsmaatregelen te bekijken en eventueel inderdaad nog een tentje bij te steken. Dat zullen we trouwens ook doen, een aantal concrete dingen zullen gebeuren. Toch is er geen reden tot paniek. Er zijn helemaal geen aanwijzingen dat de aanslag zoals die in Boston ook hier zou kunnen gebeuren. Ik wil eerst en vooral oproepen om niet weg te blijven zondag, de mensen niet nodeloos bang te maken, want dan geef je toe aan terrorisme. We hebben geen enkele aanwijzing dat er iets zou gebeuren nu zondag in Antwerpen. Dat gezegd zijn, heb ik vannacht al contact gehad met de korpschef om te kijken wat doen we van beveiliging en wat kunnen we nog extra doen. Er zullen zondag zo'n 450 politieagenten langs het hele parcours een oogje in het zeil houden. Dat zijn er evenveel als tijdens de andere jaren.